Ik zit nu in een Rolls-Royce 2025. Deze Rolls rijden ten opzichte van de grotere broers van de Phantoms heel makkelijk. Ze remmen goed, ze sturen relatief licht. De Mercedes 230 SL uit 1966. Het echte leuke is natuurlijk om buiten met het dak open door het groen te rijden. Ja, we hebben dat de ziekte, zoals we dat altijd maar noemen, overgekregen van mijn vader. En die is zeer besmettelijk, mogen we wel stellen. Het is nog wel een beetje een modderpoel, maar over een maand ziet het er hier heel anders uit. Als je hier dan komt met een moderne dagdagelijkse auto, helaas word je dan in het weekend toch verbannen naar P1 of naar een van de andere parkeerplaatsen. Er is nog wel wat werk te verzetten, want de opening staat al gepland op 19 april. We zijn pas sinds september bezig en er wordt op dit moment met 50 tot 55 mensen gelijktijdig in deze bouw gewerkt. Ja, heel spannend, maar wij kunnen eigenlijk niet wachten tot het open gaat. We hebben er ontzettend veel zin in. En voor ons mag het gewoon Pasen zijn. Het Classic Park, want zo gaat het heten, is straks voor iedereen toegankelijk. Ook als je zelf dus niet zo'n oldtimer hebt. Maar dan moet je wel een entreekaartje kopen.